Elke woensdagmiddag sta ik bepakt en bezakt op het schoolplein te wachten tot mijn twee kinderen naar buiten komen rennen. En dan begint het. Dan stappen we op de fiets en dan fietsen we de hele woensdagmiddag lang van hot naar her. We maken een tocht door heel Amsterdam, naar het voetbalveld, naar de vioolles en we zijn pas weer terug als het etenstijd is. En ik ben niet de enige die dat doet op woensdagmiddag. En tijdens al die fietskilometers die wij dan maken, denk ik vaak aan Amy Chua. Dat is die Chinees-Amerikaanse tijgermoeder die een paar jaar geleden onze westerse manier van opvoeden hekelde. Met een boek over de Spartaanse opvoeding van haar twee eigen dochters. Zij vindt dat wij dat gemakzuchtig doen, opvoeden. We zijn te weinig ambitieus met onze kinderen. We stellen daar te weinig eisen aan. En dat vond ik een opvallende conclusie. Dat is helemaal niet het idee wat ik krijg als ik daar rondkijk op het schoolplein. Maar even los van de vraag wat nou precies het belangrijkste is in de opvoeding. Sport of muziek of misschien toch toneel. En ook de mate waarin je daarin als ouder ambitieus moet zijn. Wil ik het nu even hebben over de vraag. Wat is eigenlijk het doel van de opvoeding? Waar zijn die 2,5 miljoen mensen in Nederland die dagelijks voor een gezin zorgen nou eigenlijk mee bezig? Wat willen we onze kinderen bijbrengen? En mijn antwoord daarop komt van Immanuel Kant. Opvoeden betekent menswording. Volgens Immanuel Kant is een mens pas mens door zijn opvoeding. Dat is pas ambitieus. En Kant leefde natuurlijk in een andere tijd dan de onze. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Het is het einde van de 18e eeuw. En Kant was destijds gevraagd door de faculteit pedagogiek in Koningsbergen. Die was net opgericht. Om een paar lezingen over opvoeding te geven. En om eens een keer goed na te denken over het doel en de methode van de opvoeding. Want zo was de gedachte. Als we nou eens een wetenschap van de opvoeding maken. Wat zou dat niet een enorme stap voorwaarts voor de mensheid betekenen. Als we al die individuele kennis uit al die individuele gezinnen nou eens samenbrengen tot één geweldige wetenschap. Bovendien, opvoeden is zo belangrijk. Dat moet je eigenlijk helemaal niet aan ouders overlaten. Die hebben er helemaal niet speciaal verstand van. Ze zijn niet zozeer deskundig. En ze zitten er emotioneel veel te dicht bovenop. En dat is dus in de tijd van de verlichting, van het vertrouwen in de wetenschap, optimisme en het belang en de nadruk op autonomie. Nou, dat wetenschappelijk enthousiasme, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt de afgelopen eeuwen misschien, maar die nadruk op autonomie die is alleen maar sterker geworden. Kant ontwikkelt in die lezingen vier fases in de opvoeding. De eerste fase is disciplinering. Dat is het temmen van de driften. Zindelijkheidstraining bijvoorbeeld, maar ook het leren beheersen van je humeur. De tweede fase, dat is cultivering. Dat is leren lezen, leren schrijven, musiceren, sport, spel, etc. De derde fase is civilisering. Dat is eigenlijk een burger worden. Dus daarin moet je leren omgangsvormen te ontwikkelen. Fatsoen, eten met mes en vork. Je in de cultuur kunnen gedragen. En de vierde fase, de belangrijkste fase, dat is de moralisering. De ontwikkeling van je geweten. Nu is het met deze fase zoals met zoveel dingen in de opvoeding. Dat gaat helemaal niet van de ene fase keurig over in de andere. Dat hoeft ook niet, dat gaat allemaal een beetje rommelig. Daar moet je geen punt van maken. Maar belangrijk is dat je aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Dat wordt wel vaak benadrukt. En Kant geeft er ook hele praktische voorbeelden van. Bijvoorbeeld, hij is sterk tegen het gebruik van helmpjes. Helmpjes om je hoofd te beschermen. En Kant zegt, kinderen moeten leren lopen, moeten leren fietsen en ze moeten ook leren vallen. En je leert te vallen door je natuurlijke valbeschermers, en dat zijn je handen, goed te gebruiken. En als je vertrouwt op externe factoren, zoals een helmpje, dan zou dat zomaar een oneigenlijk gevoel van veiligheid kunnen geven. En daarom kun je beter je natuurlijke vermogens versterken dan onnatuurlijke vermogens aan te brengen. Moet ik er wel bij zeggen dat het verkeer in Kaliningrad of Koningsbergen destijds twee eeuwen geleden ietsje anders eruit zag dan dat in Amsterdam in de 21ste eeuw. Er kwam hooguit twee keer per dag een postkoets voorbij. Maar het gaat om de argumentatie. Sluit aan bij de natuurlijke ontwikkeling en versterk die.
Nou, die vier fases, volgens mij kun je die vandaag de dag nog heel goed herkennen in de ontwikkeling van kinderen. Disciplinering. Nou, daar hebben we tegenwoordig zelfs televisieprogramma's over. De supernanny heet dat. Dat is een deskundige vrouw die komt als het thuis heel erg uit de hand gelopen is. Er zijn veel ouders die daarnaar kijken met een licht ramptoeristische belangstelling. Omdat je zeker weet, zo erg is het bij mij thuis niet. Kinderen die met eten smijten, die elkaar treiteren, die elkaar afrossen, etc. Volkomen wangedrag. En de oplossing van het probleem is altijd dat er een deskundige wordt ingevlogen, de supernanny. En die komt met een soort recept van rust, reinheid en regelmaat. En met de introductie van de naughty spot. En dat is een plek waar je heen verhuisd wordt als je stout bent geweest. En dan na een paar weken is de rust weer enigszins wedergekeerd. Dat is opvoeden als disciplineren, temmen. Moet soms even gebeuren. De tweede fase, die cultivering, dat is die fase waar ik het aan het begin over had. Daar hebben wij het zo druk mee in de 21ste eeuw. Daarvoor fietsen wij ons buiten adem van het ene clubje naar het andere clubje en dat hele circus wat zich op die woensdagmiddagen ontrolt. Dat is onze belangrijkste ambitie, lijkt het nu wel. De derde fase, civilisering, die kennen we ook heel goed. Daar maken we graag een beetje ruzie over wie er nou verantwoordelijk is. Hè. De straatcoach of de voetbaltrainer of de school of de ouders. Maar iemand moet kinderen fatsoensnormen bijbrengen. Wie precies kunnen we oversteggelen, maar dat het belangrijk is, daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Maar die vierde fase, de ontwikkeling van het geweten, daar hoor je eigenlijk heel zelden iemand over. Klinkt misschien ook wel een beetje moralistisch of aanmatigend, gewetensvorming. Maar Kant bedoelde daar eigenlijk mee niet meer en niet minder dan de ontwikkeling van je autonomie. En dat is zelf leren denken, zelf beslissingen nemen en je daarvoor verantwoordelijk weten. En ik kan toch wel stellen dat dat in deze tijd zeker niet minder belangrijk is dan toen. Maar hoe doe je dat, gewetensvorming? Hoe ontwikkel je een geweten? Het allerbelangrijkste is daarin dat je kinderen leert het goede doen vanwege het goede zelf. Het goede doen vanwege het goede zelf. Dus niet omdat ze je gehoorzamen, maar omdat kinderen weten wat het goede is, dat herkennen en dat ook het goede vinden. Een voorbeeld. Neem het voorbeeld liegen. Als een kind liegt, dan moet je het nooit straffen, zegt Kant. Als een kind liegt, moet je uitleggen dat als het kind liegt, er op den duur mensen zullen zijn die het kind niet meer zullen geloven. En je moet dat maar blijven herhalen en blijven uitleggen. Want als je kind straft als het liegt of beloont als het de waarheid spreekt, dan gaat het op den duur denken dat het in de wereld zo werkt dat goed gedrag beloond wordt en slecht gedrag bestraft. Dat is dresseren. En als het kind dan ouder wordt en erachter komt dat het in de wereld helemaal niet zo werkt dat goed gedrag altijd beloond wordt en dat slecht gedrag ook heus niet altijd bestraft wordt, dan verliest het de hele motivatie voor het goede handelen. En daar zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van. Waarom zou je aan je belofte houden? Waarom zou je andere kinderen niet pesten? Waarom zou je eerlijk delen? Cruciaal is dat het bij de ontwikkeling van moraal het systeem van straffen en belonen volkomen misplaatst is. Daar creëer je op zijn best gedresseerde apen mee. En dat zou misschien wel triviaal kunnen lijken, maar die naughty spot, waar we het net over hadden, die is hier toch wel heel erg ver weg. Autonomie ontwikkel je door het goede inzicht. Inzicht in het goede en de juiste motivatie. En dat leer je niet op babygym, niet op ponykamp, niet op vioolles, niet op voetbaltraining. En al helemaal niet op die naughty spot waar je naartoe verbannen bent. Maar hoe zou je dat dan aan kunnen pakken? Eigenlijk is er maar één ding wat enigszins daarbij in de buurt komt. En dat is een goed gesprek. Dat vergt een beetje tijd en een beetje reflectie. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je eindeloos moet ouwehoeren. Misschien dat dat een klein beetje de prestatiedruk van de moderne 21ste eeuwse ouders
zou kunnen verlichten. Kant die zegt, opvoeden is een kunst. En dat is dus de kunst van het goede gesprek. Die kan je niet leren op een clubje. Die kun je ook niet uitbesteden aan een professional. Ik denk eigenlijk dat ik volgende week woensdag voor één keer de sportspullen en de viool ga vergeten. En dat ik de rest van de middag met de kinderen de hele middag op een kleedje in het park ga zitten. Auw horen.